Zo, fijn motorblokje zeg. Nou, ik heb honger als een paard. Wat eten we? Nee, toch? Toch geen. Zo, jongens, eigen gemaakte soep. Aanvallen. Nou, oh, toch maar eens denken over een onderzettertje. Wat een bijzondere soep, ma. Wat zit erin? Oh, ik heb alle keukenkastjes leeggehaald. Een paar blikjes uit de kelder. Wat restjes van de buren. Ongelooflijk wat ze allemaal in die biobakken gooien. Goh, ma. En hoe noem je deze soep? Gebonden Havana, denk ik. Oh, dus daar is ie. Leg hem maar te drogen, Kees. Zeg maar, je hebt toch ook soep uit blikjes en pakjes? Dat lijkt me veel simpeler. Lijkt niks, Johnny. Zo uit een bord labelt lekker naar weg. Ik bedoel, waarom maakt u zelf soep? We moeten een beetje zuinig gaan doen, Johnny. Want dat motorblokje van jou, dat heb je wel uit de huishoudpot betaald. Oh ja. En tot jij weer wat poen binnenbrengt, eten wij zelfgemaakte soep. Mag ik er nog een beetje bij? Ja, natuurlijk, jongen. Blij toe dat jij het tenminste lekker vindt. Oh. Ja, toch maar eens over een onderzettertje nadenken. Hé, hey, Eigel, wat maak jij nou? Ja, maar ik richt op opa. Ja, dat kan er wel wezen, maar moet je nou eens kijken, al mijn soep over de vloer. Jammer, ik wou net nog een bordje nemen. Slijmjurk. Hé, hey, hoe kom je aan dat ding? Dat is mijn geweer. Wil je dan wel even wat beter op je spullen passen, ja? Er ligt daar binnen wel een antieke soepterrine aan diggelen. Het wordt dokken, 300 piek. Ja, natuurlijk. Mooi ding, laat eens trimmen na. Dat weet ik niet, dat is voor de vossenjacht vanmiddag. Leuke laars ook? Vossenjacht? Onze jagersvereniging houdt vanmiddag haar traditionele jaarlijkse vossenjachten. In het natuurgebied, achter Zonnedaal. En vorige week hebben we de vos al losgelaten om wat te laten wennen aan het terrein. De vos? Is het maar eentje dan? Ja, de vossen zijn hier al lang uitgestorven. En daarom moesten we er een uitzetten. En vandaag is de grote dag. Iedereen te paard, te horen, geschald, geblaf van de honden, hoep van de natuur. Een geweldige dag, kortom. Nou, dat wordt nog wat, hè. Ik hoop maar dat je die vos weet te vinden. Oh, geen zorgen. Wij jagers, wij gaan net zo lang door totdat wij hem hebben. En onze honden, nou, die hebben een geweldige neus voor vossen. Honden ook nog? Ja. Doe maar. Nou, veel geluk er maar, hè. Wat zielig. Ja, die arme kerels zullen zich helemaal het schompen zoeken naar die vos, Kees. Nee, ik bedoel voor het vosje. Er zit daar helemaal geen vos, Kees. Dat weet ik toevallig. Nou, hoe weet jij dat dan? Die vos van hun, die is hartstikke dood. Ik bedoel, helaas is het diertje overleden, maar dat is de natuur, Kees. Die geeft en die neemt en komt af en toe onder mijn voorwiel. Heb je hem overreden? Ja, ik reed van de week 's nachts door het bos en die vos had ze klaar overpakken niet aan. Dus eigen schuld, hij keek gewoon niet goed uit. Ik heb er nog wel een geinig sleutelhangertje van kunnen maken. Gertward was nog van zo'n kleintje. Nee, Kees, dit is gewoon zijn staart. Ik ga niet met een compleet haardkleed aan mijn sleutels lopen. Wat deed jij trouwens in dat bos? Ja, dat kan ik me eigenlijk ook niet meer zo goed herinneren. Misschien weet Suzy dat nog. Of Brenda en Heidi, die waren er ook bij. Hé, hey, daar heb je Annie. Hadi, Annie. Geweldige gozer dat je er bent. Heb je iets voor me? Ja, dat is te zeggen. En wat heb je er onder je arm, Annie? Ga je surfen? Nee, die ga ik verkopen aan een kunsthandelaar. Ah, tweedehands. Ja, dat kan je zien. Oude kunst, Kees. Ik heb zo dadelijk een afspraak met de koper in het koffiehuis. Maar ik ga er natuurlijk niet zitten met dat ding. Dat valt op. Kunnen jullie hem zo lang ergens verbergen? Nou, dat is natuurlijk niet onze gewoonte, Henny. Ik maak me sterk dat dit plankje toch ergens illegaal van de muur is gevallen. Dus 50 piek. Dus dan verbergen we het wel even in de garage. Is geen enkel probleem. Nou, liever niet in de garage. Er kan olie op komen. Nou, en? Het is toch al tweedehands? Niet in de garage. Tja, dan wordt het lastig. Het is natuurlijk link, hè, dat spul dat maar van vrachtwagens en van muren blijft vallen. Hè? 60 piek. En het risico wordt ook steeds groter. Je zit tegenwoordig zo'n week vast voor het in bewaring hebben van een gevonden portemonnee. 70 piek, Johnny. Dat is heel redelijk in deze onzekere tijd. Maak er 80 van en Kees hier zal het opbergen op een plek die hij zelf niet eens meer kan vinden. Deal. Kees, wil jij dat endhout even opbergen in onze speciale bergplaats?
Welke bergplaats, jongen? Weet ik veel, Kees. Verstop het gewoon ergens waar niemand het kan vinden. Op die hele geheime plek, Kees, voor speciale gevallen. Oh, die plek. Nee, daar komt hij door, Johnny. Dan gaan Henny en ik ondertussen even babbelen met de kunsthandelaar. Wat? En dan verstop ik die dingen op die hele geheime plek. Precies. Hij heeft inderdaad al een schijn van dat het een Byzantijns icoon is. Byzantijns? Inderdaad, dat vermoed ik ook al. Hij is in Byzantijns goede staat ook. Ja, zou ik maar even in het echt kunnen zien. Ik bedoel, zo'n foto geeft natuurlijk helemaal geen indruk. Hè? Ah, nee, vader, zo werken wij niet. Werken wij zo, Johnny? Zo hebben wij nog nooit gewerkt. We hebben hem ergens verstopt op een veilige plek. Als u een mooi getal zegt, halen wij hem op. Mooi getal, ja. Ja, veel nullen voor de komma. En voor die nullen een beschaafd cijfer. Ja, nou, zo op het eerste gezicht kan ik echt niet meer dan 50.000 voor die de... 50.000? Dat vinden wij wel een mooi getal. Vind je ook niet, Johnny? Dat vinden wij een Byzantijns mooi getal. En Henny en ik moeten nu even naar de wc. Maar ik hoef... Hij heeft een zakje in de zijkant, dat moet elk uur ververst worden. $80 voor het bewaren van zo'n duur ding is wel een beetje zuinig, hè? Kalm aan, Johnny. Ik wist toch ook niet dat hij zoveel zou bieden? Nee, maar nou weet je het dus wel. Ja, maar luister, ik heb helemaal geen zin om... om onze vriendschap daarvoor op het spel te zetten. 500? Ik wou het net zeggen. Mooi zo. Zo, dat voelt een stuk beter, hè, Henny? Ja, zeker, Johnny. Maar daar hebben we het ook alweer over. 50.000 vonden wij wel een mooi getal. Maar dan wil ik hem nog wel eerst zien, hè, Dirk? Ja, natuurlijk, hè, Johnny? Tuurlijk. Spreek voor zich. Logisch. Met het bijbehorende echtheidscertificaat. Het? Het bijbehorende echtheidscertificaat. Ja, u levert toch met een echtheidscertificaat, anders gaat de hele koop niet door. Dat begrijpt u ook wel. Ja, maar natuurlijk is die echt. Anders kon ik die foto toch ook niet nemen? Dat is verdomd grappig, ja. Zonder echtheidscertificaat is het ding nog geen 2 tientjes waard, dat snapt u ook wel. 2 tientjes? Toch nog? Uiteraard, wij leveren met de certificaat. Dat zou een mooie boel worden. Henny en ik moeten nu even naar de auto. Wat? We hebben pacemaker, die moeten we even opladen met de accu. U begrijpt al die emoties, hè? Zo'n hart maakt over uren. Johnny! Hoe kan je dit nou zeggen, man? Ik heb dat certificaat helemaal niet. Wat wil je nou, 50.000 gulden of 2 tientjes? Ja, hallo, wat denk je zelf? Nou, als je mij 10.000 van die 50.000 geeft, dan haal ik dat certificaat voor je op. Waar heb je dat houten ding vandaan? Hé? Die surfplank, van wiens muur heb je die verwijderd? Bij iemand uit Zonnedal, praktisch bij jou om de hoek. Nou, dat is mooi, dat scheelt je dan ook weer in de benzinekosten. Ja, je hebt er die verzamelaar van oude kunst. Ah, een kunstkenner. En een kunstkenner met kunst zonder certificaat is geen kunstkenner. Dat zou heel goed kunnen. Nou, voor 10.000 haal ik het voor je op. Wat? Ben jij gek? Die koper zit vanavond weer in zijn vliegtuig. Dan zou je nu op klaarlichte dag dat certificaat op moeten halen. Dat is waar ook, dan zeg je me wat. Nou, dan wordt het 25.000 gulden. Wat? Ja, je zegt het net zelf, het is bijna niet te doen. Dan moeten we wel wat tegenover staan. Hebben we een deal? Bekijk jij het maar met je deal. Zie jij hier eerst maar eens weg te komen. Hoezo? Je hebt een wielklem. Ja, tuurlijk. Jij niet, hè? Dat is mijn parkeervergunning. Nou, wat zeg je ervan? 50-50 gelijk op. Ieder deel. Hebben we een deal? Hier heb Henny dat icoon vandaan. 10-1 dat certificaat hier nog is. 5-2, Johnny. Het zal wel ergens in de kluis liggen, maar daar zijn wij op voorbereid. Hé, Kees? Nou en of. Wat ligt er precies in die kluis? Het echtheidscertificaat van dat kunstwerk, Kees. Het wat? Een echtheidscertificaat is een papier dat zegt dat iets echt is. Kunsthandelaars willen altijd een echtheidscertificaat voor als ze kunst kopen. Oh ja. En het is dan ondertekend door mensen die heel zeker weten dat het echt is. Vandaar. En dan pas wordt dat kunstwerk ook waard wat het waard is. Dat weer wel, toch?
Snap je wel? Maar dat certificaat, Johnny. Ja, Kees. Hoe weet jij dat dat echt is? Ga dan maar mee, dan halen we het even op. Johnny, een hond! Dat zie ik ook, Kees. Laat even niet zien dat je bang bent. Zullen we denken? Los, Diana! Wat moet dat hier? Of u nog een mooie koevoet nodig hebt. Wat? Een koevoet. Ideaal voor dingen waarbij je een koevoet nodig hebt. Wat is er aan de hand, Jenny? Ja, of we een koevoet nodig hebben? Nee, dank u. Niet geïnteresseerd. Oh, nou, dat is nerig. Volgende keer beter. Een glas snijder dan? Of een setje lopers? Oké, ze zijn niet geïnteresseerd. Of een snijbrander. Dat is ook een mop. Ik dacht dat we gingen inbreken. Wist ik veel dat je die troep wilde verkopen? Hij heeft hetzelfde pakje aan als Neutenboom. Hij gaat ook op vossenjacht. En hij neemt die hond natuurlijk mee, dat kan niet mooi. Soms moet je een beetje geluk hebben, Kees. We hoeven nou alleen nog maar te wachten. Daar heb je ze. En die jacht die kon wel eens heel lang gaan duren, want dat soort lui dat geeft niet op voordat ze een vos hebben gevonden. En dat geeft ons alle tijd om eens rustig rond te neusen daar. Alle tijd van de wereld. Dag. Zo, die zijn weg. Je hebt gelijk, Johnny. Dit is een goudhandel. We zijn bijna helemaal los. Op de glasnijer na. Wat nou? Niet goed? Die braaf paard. Wel een schitterend dier, Neutenboom. Schitterend. Ah, dank je. Maar ik heb hem gehuurd. Hij moet nog wel even aan me wennen. Zij moet nog even aan je wennen. Het is een merrie. Oh ja? Maakt dat wat uit? Ja. Merries hebben sterke leiding nodig, hè? Laat jij de teugels vieren, dan gaan ze met je dollen. Oh, als autodealer ben ik gewend om leiding te geven. Maar zo werkt dat niet, Neutenboom. Kijk, paarden zijn net als vrouwen. Die moet je kort houden, anders lopen ze met je weg. Nou, daar lijkt me geen probleem op te leveren. Wij hebben deze zweepjes er niet voor niks bij. Ah, gelukkig, daar hebben we van Soest. Hè. Daar zijn we compleet. Glasnijer, hè, Johnny? Ja, fantastisch. Het enige wat we nou nog hoeven doen is deze gepanzerde kluis open krijgen. Normaal zou je zoiets doen met de snijbrander, maar die hebben we nou even niet. Hé, Kees? Dit is een combinatieslot met 16 cijfers. Net als bij een fietsslot? Nee, Kees, die hebben maar 3. En trouwens, bij een fietsslot ga je geen getalletjes rijden, dan zet je gewoon de betonschaar op, ja? Dan kunnen we dat hier niet doen dan. We hebben alleen de glasnijer over, Kees, weet je nog? Maar ik zit te denken, zo'n ingewikkelde combinatie kan niemand onthouden. Ik zou het niet kennen. Dus meestal schrijven ze het op, zodat ze het niet vergeten. Ja. Maar dan moeten ze wel onthouden waar ze het hebben opgeschreven. Dus waar zouden je het hebben opgeschreven? 16 cijfertjes. Hier zijn een heleboel getallen. Ja, Kees, dat mag ook wel. Dat is een telefoonklopper. Volgens mij moet die combinatie hier ergens liggen. Als jij een papiertje zoekt met 16 cijfers erop, dan probeer ik het uit op de kluis. Oké, Johnny. Zeg, hoe lang gaat het nou nog duren? U moet maar denken, hoe langer het duurt, hoe ouder het icoon wordt. En dus, hoe meer geld het waard is. Het is nou weer een paar uur later dan net. Ja, er zit nu een klant op mij te wachten in Algiers. En als ik dat vliegtuig niet haal, dan gaat de hele koop niet door. Dan kan je fluiten naar die 50 mil. Nou, Johnny kan elk moment hier zijn. 8, 8, 4,
2. Nee, doe het ook niet. Volgende. Deze maar eens proberen. Hier staat boven score, lijst, golfwedstrijd. Sla maar over, dat zijn 18 getallen. Hè? Hoe weet jij dat nou? Volgende. 3-2-2-4-8-0-9-0-1-2-3-5-0-0-5-1. Hé, hij gaat open, Kees. Hij is leeg, Johnny. Shit. Gek. Misschien waren die nummers toch niet goed. Dat heb geen zin, Johnny. Die hebben we al geprobeerd. We hebben hem. Dit is het certificaat. Je had het de hele tijd in je hand, Drijf. Kom, we halen die surfplank op en dan is de sodemieter naar het café. Mooi. Waar heb je hem verstopt, Kees? Hier vlakbij. Mooi. Ik heb hem in een holle boom verstopt. Mooi. Hierachter in het natuurgebied. Mooi. Nog een keer. Ik heb hem in een holle boom verstopt. En daarna? Hierachter in het natuurgebied. Heren, de dagen van de vos zijn geteld. De jacht kan beginnen. Ja, mooi. Ik snap het niet. Wat maak je jou druk om? Ze zijn op zoek naar een vos, niet naar oude kunst. Kees, die lui die kammen het hele gebied uit om die vos te vinden. Die kijken achter elke struik en in iedere holle boom. Waarom heb je hem dan juist hier verstopt? We verstoppen zo vaak spullen hier in het bos. Ja, maar dat zijn spullen waar we graag van af willen, omdat de politie er naar op zoek is. Nou, maak je maar geen zorgen. Ze zullen hem niet snel vinden. Ik heb hem goed verstopt, hoor. Daar was ik al bang voor. Nou, kom op. Laten we dat ding snel ophalen voordat die rode pakjes hem vinden. Geen sikkepet van uit de boom. Die vos moet hier toch ergens zitten? Zelfs de honden hebben nog niet geroken. Ja, dat is het mooie van de jacht. Van Soes, het kaddebuis speelt tussen mens en dier. Maar we krijgen hem wel. Dan moet ik het hele bos binnenstebuiten keren. Ja. Ik vind het van niks, Johnny. Hoor je die honden? Ze zoeken zich natuurlijk het apelazen naar die vos. En er is in het hele gebied geen vos te beginnen. Ze hebben de vos geroken, ze ruiken het spoor en achteraan. Ja. Kees, en nou vasthouden, niet loslaten en wees er vooral voorzichtig mee. Hebben we hem toch nog makkelijk kunnen vinden, Johnny? Ja, dankzij dat fijne uithangbordje van je. Het moest wel, Johnny. Die bomen lijken allemaal op elkaar. Zeg, het lijkt me of die beesten deze kant op komen. Dat blaffen er wordt steeds harder. Ja, Kees, je hebt gelijk. En die toeter die klinkt ook dichterbij dan eerst. Kom op, hierheen. Kom, boys, kom op. Ze moeten dit natuurlijk hebben. Ik dump hem, Johnny. Dat zijn we ze kwijt. Reet, we gaan geen 50 ruggen weggooien. Kom op, Kees. Braaf beestje. Hij is zoet. Niet buiten. Dat is niet braaf. Hè? Braaf beestje. Kom nou, Kees. Laat die hond met rust. Braaf. We moeten weg. Oh.
Normaal gesproken is Johnny een man van zijn woord. Ik snap niet wat er gebeurd is. Nou, Johnny, dat is ook niet te vroeg, hè? Ja, kunnen we dat dan gelijk afhandelen? Mijn vliegtuig wacht niet. Oh ja. Kijk eens, Amelie, het certificaat, zoals afgesproken. Kijk, door de galerie. Ja, namen, data, referentiedata, handtekening. Nou ja, dat lijkt me helemaal in orde. En dan nu het icoon zelf. Kees, het icoon. Kijk eens aan, hier is het icoon. Is niet in orde? Ja, kijk dan zelf, dat ding is helemaal vernield. Ja, maar wel met echtheidscertificaat. Wacht even, ik doe er wat vanaf. 40, kunt u hem zo meenemen? Weet je wat? 35. Praten we nergens meer over. 30, en dan betaal ik de taxi. Hallo? Hé, hey, Henny, hoe zie je? Dit zit er dus onder. Ah, echte kunst. Nee, Kees, dat is totale nep. We zijn er allemaal ingetuind. Als ik dit dus had verkocht... Ja, dan waren de rapen mooi gaan geweest. Want die kunstjongens die waren er vroeg of laat wel achter gekomen. En dan had jij een stekje op de gemeentelijke begraafplaats kunnen betrekken. Dus dan is het misschien maar goed dat het zo is gelopen. Dat weet ik haast wel zeker, Henny. Weet je wat? Als troost blijf je lekker bij ons eten. Maar ik moet nog even iets doen in de garage, Henny. Begin maar nog eens. Geinig onderzettertje. Eerst even rustig wat eten. Jij kan best wat stevigs gebruiken.